Op het moment dat je een pagina aanmaakt en bewerkt met Visual Composer, heb ik hier een handige handleiding. Klik op de Backend Editor, als je zo'n scherm als dit voor je ziet, om de editor van Visual Composer te laden. Je ziet nu een aantal opties. Je kan een element toevoegen, een tekstblok toevoegen of een template. Wij kiezen voor het eerste, een element toevoegen. Van hieruit heb je talloze opties en ik ga ze niet allemaal langs, maar de belangrijkste die laat ik je even zien. Je kan een rij toevoegen, een tekstblok, een icoontje, een berichtkader, bijvoorbeeld met een opmerking over iets, een like, een Twitter of een Pinterest knop, een foto en een knop. Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste dingen. Verder heb je nog talloze opties en dat verschilt van site tot site. De een heeft er meer dan de ander. In dit voorbeeld ga ik eerst beginnen met een rij. Een rij, ja, dat spreekt voor zich. En dat kun je opdelen in meerdere kolommen. Dat doe je hier. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je midden in tekst wil hebben, hier een klein plaatje en hier een klein plaatje. Als je hier tekst wil toevoegen, klik je hier op het plusje. Je selecteert vervolgens tekstblok. De tekstblok kan je voorzien van een korte informatieve tekst. Als je dat hebt gedaan, klik je op Save Changes. Dan worden de wijzigingen bewaard. Je kan er nog een foto bovenaan toevoegen door enkele afbeeldingen te klikken. Je selecteert hier bij plusje de foto die je wilt toevoegen. Het formaat thumbnail verander je in full. Dan weet je zeker dat die in het juiste formaat weergegeven wordt. Verder hoef je niks aan te passen. Dit kun je allemaal laten voor wat het is. Als ik nu een knop toevoeg, doe ik dat met een plusje hier weer onder. Ik selecteer nu de optie knop. Ik vul hier een tekst in. Ik selecteer hier een link waarnaar ik wil verwijzen. Dat kan voor alles zijn. Dat kan een pagina zijn uit je website, zoals je hier ziet. Het kunnen je algemene voorwaarden zijn, maar het kan ook een andere website zijn. En vervolgens klik ik weer op Save Changes. Ik heb nu een vrij eenvoudige pagina gemaakt met hier een foto, een stuk tekst en een knop. Als ik nu op bijwerken klik, dan zal ik zien wat ik net gemaakt heb. Dat doe ik door op pagina bekijken te klikken. Je ziet nu precies wat ik net heb gedaan. Hier heb je een foto, hier een tekst, hier een knop. Ik vind wel dat die behoorlijk wel veel aan de bovenkant tegen me nu aan zit. Daar heb ik een oplossing voor. Door hier weer op het plusje te klikken, klik ik op Empty Space. Die staat, even zoeken, je kan ook altijd hier invullen waar je zoekt. En vul je vervolgens een hoogte in waarvan jij denkt dat dat voldoende is om ruimte te creëren. Meestal is dat 20 of 40 pixels. Dat vul je als volgt in: 20 px of 40 px. Als je erover eens bent dat dat het juiste aantal is, klik je weer op Save Changes. Je kan het altijd nog aanpassen. Je ziet het, ik vind dat die 40 pixels wel wat hoog zijn. Ga ik weer terug, klik op potloodje en verander ik dit naar 20. Dit is in een notendop hoe Visual Composer werkt. Onthoud dus goed dat als je een pagina opent, en dat ziet er zo uit, dat je altijd eerst op de Backend Editor klikt. Dan komt dat mooie menu tevoorschijn. Als je even mee bezig bent, dan zul je zien dat het heel makkelijk is om hele grote, complexe pagina's te creëren. Zo'n pagina als dit is ook in Visual Composer gebouwd. Dat ziet er zo uit. Je hebt hier een custom heading. Zo noemen ze dat. Dat is die ene optie hier, waar je dan de titel invoert, vervolgd door een H1 tag. Hier een empty space, die ruimte maakt tussen deze tekst en deze rij. Hier een icoontje,
waarbij je hier kan selecteren wat voor icoontje je wil gebruiken en vervolgens voorziet van een kleur, bijvoorbeeld blauw. Hier een simpele tekst met binnen een kennisbank die ik hiermee gecentreerd heb en hiermee voorzien heb van een grotere koptekst. Hier een knop waarvan ik gezegd heb dat de URL hier naartoe moet gaan en de kleur oranje is. Hier opnieuw een empty space die de ruimte tussen deze rij en deze rij bevordert. En hier nog een strakke lijn, zou je ook noemen een separator. Als je dat twee keer doet, krijg je dus een pagina dat hierop lijkt. Dus zoals je ziet, het is vrij eenvoudig, het is niet heel makkelijk, maar als je hem even mee werkt, zou je zien dat het vrij makkelijk wordt om zo'n pagina als dit te maken. En nogmaals, schrik er niet van als je zoiets ziet, want dan moet je gewoon op backend editen klikken.